Holy shit, oké. Mijn punten voor school zijn echt fucking slecht. En echt niet echt fucking slecht. Echt, ik hoop dat ik er nog door ga gaan dit jaar. Als ik mijn best niet doe, blijf ik zitten. Ik steek veel te veel tijd in YouTube. Ik doe domme dingen op internet. Ik geef geen fuck om school. Daar moet verandering in komen. Maar dat gaat nooit gebeuren. Let's go. Even deze beker vullen. Dan is die ook weer vol met fucking iced tea. Mannen, Starbucks product placement. Let's go. Ik moet stoppen met hopen. Mannen, ik heb een drankje in mijn hand. Dus ja, nu moeten jullie liken. Hey. Yo, YouTube. Ik zit hier met vandaag. Ja, Advent Warfare. Vandaag gaan we het hebben over YouTube en school en VS school. En hoe dat komt dat ik zo kutpunten heb. Maar ja, die punten die, ja, die zijn echt rampzalig. Zoals ik al zei, ik hoop dat ik nog door ga mogen dit jaar. Want als het zo blijft verder. Gaan. Ik waarschijnlijk het vierde middelbaar opnieuw doen. Dat mag niet gebeuren! Maar ik heb zelf gekozen om YouTube te doen. En als je voor YouTube kiest en als je kiest om dagelijks te uploaden, dan beslis je eigenlijk meteen ook gewoon van fuck school, YouTube life, best life. En mijn ouders vinden dat niet. En aan de ene kant snap ik hun wel, want op deze manier ben ik waarschijnlijk mijn toekomst keihard aan het neuken. Maar aan de andere kant heb ik dan ook wel een geweldige jeugd. En kan ik geweldige dingen meemaken door YouTube te doen wat andere kinderen normaal niet kunnen. Maar school en YouTube zijn twee dingen die enorm fucking veel tijd in je fucking leven innemen. Dan heb ik het over vrije tijd. Holy shit, bijna al mijn vrije tijd gaat naar YouTube. Dan gaat het om brainstormen voor een video, de video maken, editen, renderen, uploaden, thumbnail maken. En als ik dan die video heb gemaakt, die thumbnail heb gemaakt, die video heb geëdit en al die shit, is het meestal al fucking laat. Dan ben ik fucking moe. Heb ik geen zin meer om nog mijn boekentas open te doen. Dan ga ik gaan slapen en studeer ik in de klas. En het was een bad moment en nee, nu. Fuck that. Want dan zit ik daar in de klas en dan denk ik wat elke fucking dude van jullie sowieso ook al heeft gedacht. Ik had meer moeten studeren. Dan why the fuck heb ik niet geleerd? En holy shit, deze Starbucks. En dan nadat je je toets hebt teruggekregen, waar je slechte punten hebt, dan zeg je tegen jezelf, mannen, voor de volgende toets gaan we leren en we gaan fucking nieuwe Albert Einstein worden. Elke keer. Elke fucking keer. Maar ja, mannen, video's maken. Voor jullie op de YouTube. Ja, dat gaat voor op huiswerk bij mij. Maar elk jaar zeggen de leerkrachten eigenlijk hetzelfde. En elk jaar is het weer hetzelfde gezegd. Want ja, je moet studeren. En je moet minder op de PlayStation. Want anders ga je volgend jaar problemen hebben met school. En dan ga je mijn. Ze zeggen dan nu al 3 jaar na elkaar dat ik volgend jaar problemen ga hebben met school. Kijk, slechte punten voor mij, dat is een 5 of 6. Slechte punten voor mijn ouders, een 6 of 7. En voor mijn leerkrachten ook. Een 6 of 7 is slecht. Die denken dat ik makkelijk 9's kan halen ofzo. En nu in het vierde middelbaar is het eigenlijk allemaal een beetje bergaf beginnen gaan. De punten zijn van slecht naar nog slechter. Het gedrag is van wannabe grappige guy naar nog meer funny, irritante fucker. En het studeren is van niks naar minder dan niks. Ik weet niet eens of dat kan. Waarschijnlijk wel. Maar nee. Ik doe echt niks voor school. Ja, en waar dat ik ben, waar dat ik ook ben, altijd YouTube. Dat is een ding, een virus in je hoofd. Altijd denk ik aan YouTube. Altijd ben ik aan het brainstormen voor een cool onderwerp. Dit onderwerp heb ik verzonnen terwijl ik een toets van wiskunde aan het maken was. Beste manier om video-ideeën op te komen. Gewoon terwijl je een dikke toets zit te maken dat je niks weet van de antwoorden. En dan werkt je brein. Dan probeert je brein antwoorden op te lossen. Maar in plaats van vragen te beantwoorden, kom je met onderwerpen voor ideeën. Ah, that's my life and that's how shit goes. Dat is eigenlijk mijn manier van video's, onderwerpen bedenken. Ik gebruik die manier al van vorig jaar of zo. Rest in peace, mijn rapportpunten. Ook om het er even gemiddeld door te smijten. Ik haal op mijn rapport gemiddeld meestal 68. Vorig jaar was het 70. Het jaar daar. Daarvoor was het 75. Het jaar daarvoor was het 89. Ik kan wel zeggen dat de statistieken van mijn rapport een steile lijn naar beneden zijn. Mannen, killeke, daar is ze. 1 nog een killeke, daar 2 killekes. Mannen. Oh shit, reroll,
Die kills waren even slecht, let me punten voor aardrijkskunde. Echt bagger. En ik weet ook wel dat toekomst belangrijk is en dat ik het waarschijnlijk nooit ga maken met YouTube en shit. Maar kijk, ik doe dat graag, YouTube filmpjes maken, en dat is nu, ja, dat is nu gewoon mijn hobby geworden. En ik ga wel proberen iets te fixen waardoor ik dagelijks kan uploaden en waardoor ik goede punten kan halen voor school, want ik wil echt niet blijven zitten. Ik wil echt niet het jaar opnieuw doen met die kinderen die nu in het derde zitten in klas zitten. Fucking derdejaars. Nou, ga ik naar derdejaars? Zeker niet. Alleen naar derdejaars die mijn video's niet liken. Dus like. Mijn leven! Anders steek ik je neer. Jukes, 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 like de video home. En dat was weer genoeg bedreiging voor vandaag. Ik ga mijn best wel doen voor school. Komt allemaal goed, jongens. Het is gewoon moeilijk. Het is gewoon moeilijk. Is zo mijn stream geworden, dat liedje aan die black and white. Moet ik echt mee stoppen. Het is tijd om de video af te sluiten. Even slokje wat. Nu ga ik een spreekbeurt voor Frans gaan schrijven. Waarschijnlijk gebeurt dat niet. Maar toch, dank voor het kijken op deze video. Vond jij het leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Anders stik ze neer. Doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace. Ik zeg, laat komen dat er deel deze video. Ja. Doe dat zeker weten of dingen die ik heb gezegd bij jou ook al zijn voorgekomen. Ik ben Ace. En ik zeg, jongens, adios, bitches. Ja,